How many of the members of the choir are fishermen? Two. Really, is that all? Yeah. And did it start when people were fishermen or yes, not? Yes. How long, long has the choir existed? 100 years. Has it? Yes. You are the boss here. Sorry? You are the boss here, the big boss. Boss, I don't know if I'm the boss, I'm the parish priest. Oh. It's a little bit simpler to say the parish priest. These are my colleagues. Who opens the door? I don't think we can let the people wait longer now. Ik snap wel dat je zenuwachtig bent. Nou, ik niet. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ken al die mannen. Die willen allemaal graag zingen. Die willen niet wachten. Die willen aan de slag. Eerste tenor. Na het zingen van een nummer, stilte. Laat het bezinken. Want als er geapplaudiseerd wordt, dan is het net of het mensenwerk is. Nou, het is geen mensenwerk. Ik was 15 jaar, toen ben ik gaan vissen. Nou, toen ben ik ook op koor gegaan. Nou ben ik ook grootgebracht vanzelf in een huis waar altijd gezongen werd, geestelijk. Want mijn vader zat zijn hele leven ook al op koor, dus. Maar daar ben ik mee grootgebracht ook. Als je daarachter staat en je mag de graas zingen. Ja, dat...
Maar ja, ik wil zingen van mijn heiland. Dat is ook een prachtig mooi nummer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan kruishout en mij redde van de dood. Nou, als je dat nou op je in laat werken, dan gebeurt er toch wat beetje. Nou, daarom. Als je dat gezamenlijk kunt doen als koor. Want gezamenlijk praten, dat gaat niet, hè. Maar gezamenlijk zingen kan wel. Hij staat hier even voor de deur, als mag ik zo vaar lopen. Ja, nee, is goed, hè? Is wel goed, ja. Dit is het platenarchief. Ik ben, toen ik de cd-verkoop overnam, ben ik begonnen met het verzamelen van alle LP's en cd's en ook de kleine plaatjes. De EP'tjes waar het ooit mee begonnen is. Dit is de eerste plaat. Met het verhaal dus dat ze dachten van dit kost geld en toen kregen ze geld toe. En ik heb hier de royalty statements staan in die kast. En dan zie je dat er werd per kwartaal uitbetaald. En dan zie je dat toenemen, dat begint met een paar honderd gulden. Wat ze dan beurden. Tot op een gegeven moment richting de 10.000 gulden in een half jaar was dat die 10.000 gulden. Ja. Ieder christelijk huisgezin in Nederland had plaatjes van Durger Mannegoor. Ik heb gezocht naar Wait for the Light to Shine, deze. Wait for the Light to Shine, dat hebben we net weer opgenomen. Zie je? Mm-hmm. En er zit nog een verhaal aan vast aan deze, want deze hoes is later door een ander koor hergebruikt. Nou, ruzie. Zo hing dat. Hele beroemde plaat, begin jaren 70. Simon Pluister. Dit zijn onbespeeld. Dit is een herdruk uit de jaren 80. Een urkerlied, maar ook rare liedjes, vinden we nu. Van Geen zee gaat hoog voor een urkend jongen, maar papi lief. Zong een jonge sopraan, Jouke. Vaak heb ik papi lief geschreven of hij weer gauw naar huis toe komt. Nou, als je het hoort, dan schiet me de tranen in je ogen dat ze dat ooit gezongen hebben. Maar goed, dat hoort bij die tijd, hè. Hebben ze een foto van het koor hebben ze op de Tempelberg van Jeruzalem geplakt. Dat is niet, wie verzint er nou zo'n hoes? Nou, dat is niks. Is dat? Laat ik niet zien. Dat is gekke werk. Deze plaat. Die hebben we uit de handen laten nemen. Ja, we waren het niet eens met Joes. Met dit. Hebben we geklaagd, die is hij uit de handen genomen. Dit is een herdruk, goedkope herdruk, zie je. Nou ja, daar zit dus van alles in, van wat staat er allemaal op. Oh ja, dit zijn onze nummers. Maar als je dus achterop kijkt, wat er nog meer aan meedoet met die serie LP's. Mena Moeria Minstrels, Krontjong. De kermisklanten, gebroeders Brouwer, nou oké okay dan. Johnny Pearson. Harry Touw, vader Abraham, de grote feestpolonaise, daar wil je dan niet mee geassocieerd worden. Nou ja. Dat nog eens zien? Die hebben we uit de handen laten nemen. Dat is, eigenlijk heel vreemd. Je hebt al van kind af aan heb je daar een bepaalde kick mee.
Ik had dat met mannenkoren en met kerkorgels. Als je dan die sound hoort, dat is een kick. Dat vind je gewoon lekker. Dat is mooi. En dan ben je eindelijk 16 en dan ben je natuurlijk nog gewoon nog een kind. Je hebt net de baard in je keel en dan mag je tussen die mannen staan. Dus dat is al best wel stoer. En de eerste repetitie en het ene mannenkoorstuk na het andere moesten we zingen. En de dirigent zei, nou dan gaan we nu Kajinka gaan we doen. Wow, Kajinka. Dus we gingen het zingen en ik zat zo met dat blaadje in mijn hand en ik snapte er helemaal niks van. En we hadden het gezongen en het was af. Ik zei tegen Albert, ik snap niet hoe jij dat Russisch uit je mond krijgt. Ik weet amper waar we zitten. Toen zegt hij, je neemt er gewoon twee en dan gaat dat vanzelf. Dus ja, iets heel onwezenlijks dat je er aan tussen staat, maar ook iets heel, ja, je voelt je toch wel stoer en je maakt daar dan opeens deel van uit. Maar als ik muziek maak, dan is het eigenlijk alsof iets in jou het van je overneemt. Je kan daar je emotie en je gevoel in kwijt. En als ik al een rotdag heb gehad en ik kom thuis, dan ga ik even zitten spelen en dan ben ik het ook zo kwijt. Ik heb eigenlijk altijd al wel een belangstelling gehad voor koren. Ik mocht er altijd wel graag naar luisteren, maar over de drempel instappen was er niet bij. En op een gegeven moment is dus mijn broer is verongelukt aan boord. En tijdens werkzaamheden heeft hij dus een schok gehad van het elektrisch. Met een fatale afloop. Want op een gegeven moment dan, zit er zoveel in je hoofd. Moet je op een gegeven moment ook verwerken. En op een gegeven moment zei de dokter ook jullie als vissers hebben eigenlijk alleen je werk. Helemaal geen hobby's. Dus ik zou maar een hobby zoeken als ik u was. Want je moet toch wel, zoiets moet je gewoon plek kunnen geven. En het is ook niet verkeerd om eens een keertje wat anders te doen. Als aan visserij en aan kotters en aan netten te denken. Ben ik dus op het koren gegaan om een stuk ontspanning te hebben. En dat is me redelijk goed gelukt. Ik vind zelf dat ik er wel baat bij heb. Dat ik een beetje tot rust kom. Nou, de gezelligheid is zelf ook doorslaggevend. Kon je niet binnen uit of thuis? Uit. Volg je dat allemaal? Ja, natuurlijk. Niet, ik volg het niet. Hij valt. Oh!
Doe mij maar een gewoon een cola. Ik moet zonder. Maar ook maar gewoon. Ik mag rijden. Hij de put. Hij wie de put. Dit jaar mogen wij gedenken 100 jaar te bestaan. We mogen dankbaar zijn voor de vele zegeningen die we in die 100 jaar mochten ontvangen. Laten we daarom ook in dit jubileumjaar met z'n allen God mogen loven. Laat elk concert dat we mogen geven, maar ook elke repetitie in dat teken mogen staan. Halleluja. Hiermee is de vergadering geopend. In de eerste plaats wil ik de 50 zangers bedanken die deze dag aanwezig waren. Jullie voelden aan dat dit optreden voor ons als koor belangrijk was. En dan kunt u wel begrijpen dat het voor ons als bestuur, maar voor Bert als dirigent ook een hele grote teleurstelling was dat toen het koor zich opstelde, dat er slechts 50 zangers stonden. 50 zangers. 4 afmeldingen. Nou, dan is een eenvoudig rekensommetje dat er dus 34 leden zomaar wegbleven. Kunnen we zo wel aan dat jubileumjaar beginnen? Kunnen we beter de boel niet afblazen? Ja, beste mannen. Als je verantwoording wilt nemen en verantwoording wilt dragen, moet je ook keuzes maken. En als je keuze is dat je lid wil zijn van het Urken Mannenkoor, dan is het cirkeltje weer compleet. Dan heb je weer de verantwoording en dan ben je er gewoon. Nou, het was natuurlijk met Utrecht, zonder dat heel in de dramatiek te doen laten ontlopen. Dat was bedroevend. Daar is ontzettend veel werk aan gedaan. En dan kom ik het podium op en dan zie ik 50 mannen staan. We zetten het lekker breed neer. Natuurlijk, want voor de buitenwacht staat er best een aardig groot koor. Maar dan moet er bij mij binnen moet er ook een knop om als ik aankom lopen. Want die 50 man die er staan, dat zijn die diehards weer. En die willen gewoon enthousiast zingen. En die willen lekker een prestatie leveren natuurlijk met elkaar. Ditzelfde, dat was 50 jaar geleden ook al zo. Ik zie mijn vader nog als voorzitter staan en steeds weer daarop inspreken. Nou, het is altijd tegen de leden die er altijd zijn. En dat is nu ook zo, de dirigent net al gezegd. Ik zou liever hebben dat er helemaal niet meer gepraat wordt over absenten op een koor. Maar dat het bestuur of een paar mensen die ervoor aangewezen wordt, dat die mensen belt. Waar waren jullie? Of kies dan wat je wilt als je niet bent. Ga dan af. Maar altijd die redenvoeringen tegen een koor dat er altijd is. Nou, daar schijt ik balen van. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Inderdaad ook. Mogen we zeker zeggen dat die loyaliteit ook van ons koor, ik zal hebben even wat minder in de picture vanwege stemproblemen, maar dat we die loyaliteit toch zeker... Ik ben een ruim half jaar geleden eigenlijk, daar kwam ik erachter dat mijn stem minder werd, omdat ik iets te veel eigenlijk misschien wel op mijn schouders had. Dus eigenlijk een beetje te veel gepraat en daardoor heb ik dus eigenlijk een beetje beschadiging opgelopen aan mijn stembanden. Het is natuurlijk wel zo dat je hart wel meezingt. Dag Miklaas. Miklaas Weerstand. Wie heb ik nog aan de lijn trouwens? Riekelt zelf of niet? Riekelt, die zoek ik. Ik zoek jou. Even een vraagje aan jou. Ik zag jou vorige week bij Halleluja op het koor. Ja, meer zongen. En heb je je nog aan een meld of niet? Je bent misschien lid nog of zo? Lik je zoiets wat, dan vraag ik me eigenlijk af, hè? Ja. Ja. Ik ben voorzitter van het jongerenopvangwerk. Urk kent een hele grote jeugd. Jeugd die vaak zoeken is, links en rechtsom. Als je kijkt naar het illegale circuit, wat ook op Urk is, helaas, dan denk ik dat het mij toch wel zorg geeft.
En als je jeugd hebt waarvan je dan hoort dat ze 10, 15, 20 flesje bier wegwerken, dan krijg je natuurlijk wel een probleem. Het is een voormalige discotheek, dus als discotheek een aantal jaren gebruikt is. We hebben het samen met de gemeente gekocht om er jeugdwerk in te beginnen. Complete taps op. Maar wij bieden een veilige plek zonder alcohol. Eigenlijk een soort tweede huis, zou ik zeggen. De jeugd is eigenlijk het fundament van de samenleving. En als ik daarnaar kijk en we laten ons fundament eigenlijk beschadigd worden, waar komen we dan uit als we een huis bouwen? Als je dus je kinderen op een koor hebt, dan bewaar je ze voor andere dingen heel vaak. Ze zijn bezig met het zingen van het geestelijk lied. En ik zou haast durven zeggen dat als een jongere op het koor zit en ze zingen een geestelijke lied, dan zijn ze daarna echt niet te vinden in de barren. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ze ziet Gods liefde dan door alles heen. Jan, jongen, het eenvoudige geestelijke lied, daar spreekt de mensen aan. We komen nou in de buurt, Jan, van Kampen. Ja, het is de scheiding hè, tussen ons land en in het buitenland. Pak eens even de storm, of heb ik die erin zitten? Wacht even. Volgens mij heet die erin. Golven zij doen uw wil. Zwijg, wees stil. Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan, demonen of machten zij doen niet vergaan. Het schepje waarop zich aan boord bevindt, de meester van zee en van hart en wind. Zij door een kaartje aan? Nee, hij is door een... Hij is door een... Of. Nou, dat maakt dat niet door. We komen vanzelf op de Europalaan en dan pakken we een... Wij zijn overal alle kummen, dus dat zal vanavond ook wel geweest. Is dat weer dat huffie? Even koud. Ben een rondje erin, volgens mij. Nee, dit is hangende koud.
Zeker weten. Nou, wie had het in Paul? De storm. De weg houdt op. Het is het verhaal van de Heer Jezus die aan boord is van het schip met zijn discipelen op het meer van Galilea. En hij ligt te slapen en dan breekt er een storm los. En ze komen in nood en er spoelt water naar binnen en ze denken van dit wordt onze ondergang. En de Heer Jezus slaapt door. En dan maken ze hem wakker. En dat vertelt dat lied dan ook. Hoe kunt gij slapen, Heer? De wind en de golven, alles komt op ons af en u ligt er maar te slapen. En dat is het verhaal in de Bijbel is aangrijpend. Maar als je het zingt, en dan zeker ook door de muzikale bewerking. Ja, dan hoor je die golven en die wind, die hoor je ook komen. Mogen zeeën naar golven slaan. Geen molen of machten zij doen niet vergaan. Het schepje waarop zich aan boord bevindt. De meester van zeeën van als je natuurlijk wat meegemaakt hebt in je leven. Je staat tussen mensen waarvan je weet, achter mij staat iemand die zeer ernstig ziek is. En die het, naar de mens gesproken, niet lang meer zal maken. Daar denk je dan aan. Van deze zangersvriend, die maakt nu zo'n storm door. En hij moet naar die stilte toe. Als je dit pad verder afgaat en je komt in het verder de donkerte in, is de plek waar Dirk vermoord is. Het is de eerste keer dat je er weer loopt en nee, lekker loopt het niet. Het is een van de mooiste loopjes als je op de zondagmiddag even een ommetje wil maken, even tussen de diensten door tot rust komt. Maar je krijgt nu wel heel veel gedachten erbij. Welk lied past nou bij dit moment? Daar is uit 's werelds duistere wolken het licht der lichten opgegaan. Ja, wat er gebeurd is, ja. Eigenlijk niet onder woorden te vangen. De moord op een kategezant die
'smaandags nog even gesproken heb na afloop van de categorisatie. En die dan de volgende dag verdwijnt. En een dag later gevonden wordt, vermoord. Dat is, het is onvoorstelbaar. Dan ga je tot 8:30 nog de tijd, dus dan was het 7:45. Kon je 3 kwartier mee zijn? Ja, want ik had me ook ingezet. Op de zaterdagavond, na de moord op Dirk. Ik was die ochtend in de vroege uurtjes weer thuisgekomen van de familie vandaan. En dan heb je een hele dag waarin van alles nog weer geregeld moet worden. En 's avonds wil je er weer naartoe. Ik had categorisatie gegeven. En ik had zoiets van... Oh, gelukkig. We kunnen nog even gaan zingen. En ik kon maar op dat moment misschien 3 kwartier de repetitie bijwonen... tussen de verschillende kerkelijke taken. Maar dat je dan binnenkomt en er wordt al gezongen... dat je... Hé, gelukkig. Even met elkaar. Je bent gewoon daar, Obrink. Zangersvriend. Het zingen zelf, dat was diezelfde ontspanning. Datzelfde gevoel van, het komt weer even allemaal bij elkaar. Dat je daarna ook weer gewoon in de diensten die je leidt... weer mee kunt zingen zonder dat je de keel toegeknepen hebt. Emotie die in je zit en die er toch ook best uit wil. Ja, soms heb je echt een idee. En dat is het nare van de rol van dominee. Ja, daar zitten mensen niet op te wachten. Er zijn momenten dat je zo overstelpt wordt of zo vreselijk moe bent. Je denkt, God, waar bent u? Wie heb ik behalve u in de hemel? Ik heb toch helemaal niets behalve u? Ga je nu doen, koffie drinken? We hebben nog niks gehad. Oh, dan ga je koffie drinken nu. We hebben nog niks. En dan kom je terug wanneer de koffie klaar is. Oké. Wij wachten op jullie. Slik over het af. Zorg daarom dat je 7:15 wegloopt. En meteen doorlopen. Telefoons weg. Karapoezen af. Karapoezen gaan straks af. Sjalen weg. Chauffeurtje erin, die is ik. Jacob, even ver. De elefanten gaat op. Die zijn bezig. Oké, dan sluiten we meteen af. Goed. Was al in corset en was ik heel erg gaan kijken naar vrouwtjes, want ja, was toch weer een tijdje geleden dat ik een vriendinnetje gehad had.
Nou, meestal dan zat je in een concert en dan had je wel wat jonge meiden en wat slagen. En dat was niet zo serieus. Maar nou waren we dus in een hoes. Maar zaten we in een klein nisje zo aan de zijkant. En toen kwam zij voorbij. Ik zeg tegen maatje, ik zeg, die is van mij hoor. Ik zeg, dat is een mooi vrouwtje. Nou, zegt hij, dat wordt niks, dat is zoveel wenderevo, dat gaat niet door. Die weten meestal wel dat ze knap zijn, zo zei hij. Ik zeg, nou, toch ga ik het proberen. Dus ik zat zo de fluit naar dat ze voorbij liep. En ja, ze zijn natuurlijk gigon en zo. Een beetje onwennig. En toen gingen ze dus ook nog vooraan zitten. Recht voor me. En ik zat op de voorste rij. Ja, en dan begint zo'n concert en dan vertel hij zo. Henk, nou, kijk, meisje, voorste rij. Ja, ze hebben gezien. Dus hij zegt, moet je maar goed gek jagen. En nou ja, en dan weet je, dan lach je naar haar en wordt zij schaamrood. En zat met een vriendin en was steeds en achter het jas en achter de kraag. En, nou ja, dan denk je, het is voorbij. Toen was het concert afgelopen en toen zwaaide die. Ik dacht, ja, die zie ik nooit meer. Maar toen stond de bus er nog, dus ik liep per ongeluk expres langs die bus. En toen liep Hendrik te zwaaien. Toen werd ik de bus ingedouwd door een paar van die... En we elkaar zijn 06-nummer geven en toen kwam het 10 keer. Ik wist de eerste laat niet meer dat Urk lag. En mijn vader had nog gezegd van pas op als je niet meegaat in zo'n ballonnenbroek. En toen kwam ik thuis en ging ik eerst op de kaart kijken van waar ligt Urk precies. Ik zei, dat is maar een klein stukje. Hoe is het op Urk? Nou, wat nieuws wat ik op de radio heb gehoord. Ja, nu is het wel weer een beetje rustig hoor. Ja, van de week overal cameraploegen en filmen, interview hier, interview daar. Toch ja. Ja, dat haakt er natuurlijk enorm in. Ja. De gemeenschap. Ja, dat geloof ik. En dan wordt er ook nog een van 15 dus voorop gepakt. Eerst hadden ze het over Marokkanen, maar dat was gewoon Urken bevolk. Toch? Ja. Dat was steeds erger. Ja, ik kan het goed begrijpen. Van heel dorp en Refaroe, denk ik. Kom je later op werk ook lekker ver zijn? Tuurlijk wel. Jullie gaan toch niet elke dag doen? Nee, ook zet er. Nou, je bent er bijna één kwijt, hè? Je mag nog 140 dagen van de genieten. Oh, je hebt ze geteld? Dan is hij van mij, hè? Die hoor je wel. Nou, op de laatste ben je wel beu, hoor. Na 4 jaar, 5 jaar die kant op. Heb je echt zin om te trouwen? Heeft Urk zijn onschuld ooit gehad? Je komt heel veel mensen tegen die die vraag nu durven stellen. Ja, de eerste binnen Urkse moord in heel de geschiedenis van Urk, voor zover die bij de deskundigen is opgetekend, heeft met een schok ons verteld, ook Urk is een stad van mensen. Goed en kwaad. Maar eigenlijk wisten we dat al lang. Ja, zou het nog niet beter wezen?
deze stukjes die je verzengen, dat is gewoon normaal. Maar omdat het een bewogen jaar geweest is, dat u dat eventjes naar voren brengt. Voor bemoediging wat er gebeurd is. Er is zoveel aan duisternis geweest. En dan wil je met elkaar delen op de drempel van kerst. Daar waar het woord altijd open ligt. Dat er kracht en licht is uit dat woord. Het woord dat vlees geworden is. En dan mag je luisteren. Met heilig leven. Dan mag je bidden met elkaar. Om inzicht, om uitzicht. Dan mag je dat elkaar schenken. Laten we met elkaar deze avond dat zoeken. Zijn gebod volbrengen. Kom en zin.
Ja. Goeiedag. Ja. Exe quomodo mori turius. Ja, ik ken het nog wel. En aan de tenoren. Et erit in pace. Memoria eius in pace fade docus eius. Ja, nou. Ik ken het uit elke keer het allemaal in mijn gedachten hoor. Dat was eerder een mooie tijd. Ja. He? Dat was het zeker. Ja, ik heb heel wat afgezongen. Ja. Maar alles komt een eind. En dat eind, dat moet goed zijn. Nou, is dat niet goed, vader? Gelukkig wel. Oh. Gelukkig. Ja, jij hebt er genoeg van gezongen. Ja, hoor. Het eind van het leven, want dan begint het pas. Ja. Ja, dan is het. En dan mag je zingen aan de glazen zee. Dan is het het echte begin. Verlang je ernaar? Vaar. Veel. Veel. Erg veel. Ja, hoor. Het leven is, als ik sterf, dan is het leven, dat is geen eindberg. Dan begint het leven pas. Denken er wel veel mensen dat het dan het eind is? Dan begint het zonder zonde. Zonder gebreken. Ach, dat is geweldig, als je er niet aan gaat denken. Ja, dat is buitengewoon. Ja. Ik heb een gezicht op een tel, op een kerkje. Ja. Maar het is wel dat het koor best nog weer eens een keer niet wil horen. Misschien wordt het nog wel eens. Toen moesten we voor de keuring. En ik werd meteen goedgekeurd. Juni moest in dienst. Daar in augustus zat ik al op de boot. Naar Indonesië toe. Nou, en toen worden we naar de binnenland gebracht. Van Java, Sukabumi. Ja, toen was ik 20 jaar. Dat dan was ik weer nice binnenkomen, weet je wel. Dat die lui zaten dan weer bezig, die piloppers. Dat is hier nou, zeg maar, de Taliban en zo, zeg maar, zoiets. Dan denk je, wat moet ik hier doen hier zo? Zo ver van huis. En wat heb ik ermee te maken? He, met die mensen hier. Ja, die mensen hebben mij niks gedaan. Dat dacht je dan. Maar ja, ik had nog geen moeite met die mensen, hoor.
Nee hoor. Je moet er wel op schieten. Ja, wij kregen een opdracht. Denk erom, als jij niet schiet, schieten jullie op jou hoor. Dan ben jij het mekpunt. Ja. Dat ik dat allemaal meegemaakt heb en dat ik het heb mogen meemaken, zeg maar. En dat ik hier dan nog zit, op die leeftijd. Nou, de gedachte eraan, hè? Daar denk ik sterk aan. Want ik kan heel sterk denken. Daar denk ik dan aan. Hè? En als we dat eentje helemaal gaan praten, dan kan ik niet praten, zeg maar. Dan stokt het. In je keel. Zij die actief waren, zich nog de gezichten en namen van hun gevallen kameraden kunnen herinneren. Ook zij voleindigen hun jaren als een gedachte. Zelf ben ik van de naoorlogse kinderen. Na de dood. Ja, daar komt de opneming, hè. Dan wil die eerlijkheid opgenomen worden. Want je geest, die gaat niet te graven. De geest blijft zweven. Die blijft hier op Urk rondwaren. Thank you.
Ja, wij zijn wel eens bang voor de storm. Ja. Wij zijn wel eens bang voor de storm. Als er dan op een gegeven moment wel eens een lading water op je afkomt, dan hebben we wel eens zoiets dat je zo zitten van, als dit maar goed gaat. Nou, en dan komt hij dus op een gegeven moment, dan zit je hier gewoon echt schraap te houden. En dan nadat weer zo'n golf voorbij is, dan zeg je, nou, het is maar goed afgelopen. Maar er zijn soms situaties, één of twee keer per dag komt dat maar voor. Elke golf is wat dat betreft niet dezelfde. En er komt ook nog bij dat wij dus, wij gaan tegen de kracht van de natuur in. Want de natuur komt met de golf op ons af. En wij gaan er met snelheid gaan wij er tegenin. Dus je krijgt twee krachten die tegen elkaar ingaan. Dan worden wij eigenlijk maar altijd maar heel klein onder. Zelfs met zulke grote schepen. Daar komen wij er toch weer achter dat we niet met alle kracht die wij kunnen ontwikkelen, maar toch maar een fractie is van wat er voor, in de natuur mogelijk is. En het is ook vanzelf weer zo, je moet ook weer bewaard en beschermd worden, ook in een storm. Even doen. Dat is wat anders dan vis. Lasagna. Lasa. De lange klinkers. Lasagna. Is dat Urks? Ik weet niet. Jamme. Ja, wat deed ik dan? Blijven sturen. Dabada, ha, ha, dabada, ha. Mooi. Doe het eens op ja. Ja. Niet gek. Ja. Ja. Ja, nou doe je dus wat anders dan net. Ik wil ja. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And though the best and worst of men can't change the master's plan, juist. It's God's and God's alone. Hartstikke goed. Wow. Voel je dan op het moment dat goed zit, dat je alles met die toon kunt doen? Ja, dat voel ik zeer zeker. Dat is het ultieme bewijs van een toon die op zijn plek zit. Waar ik nou eigenlijk een beetje bang voor ben, ja, is dat als ik de tekst lees, ja. Ik ben bang dat in zingen niet lukt. Bedoel je dat technisch of emotioneel? Technisch. Ja, technisch. Wat is er? Oh ja. Jongens, laten wij eens even... Wij zijn als zondige mensen geboren en geschapen. Dat betekent... Je bent niet altijd even goed voor je naaste, of voor het milieu, of voor de schepping, of naar God toe schiet je tekort. Dat zijn allemaal zondige dingen. Ik heb gezondigd en dat is openbaar gekomen. Kijk, ik heb gewoon een beetje een nare periode achter de rug met privéomstandigheden. En ik heb daarin andere mensen beschadigd. In de steek gelaten. Ook gelogen. En ik heb gewoon een aantal mensen in mijn directe omgeving heb ik gewoon heel veel pijn gedaan. Ontzettend veel pijn.
En daar voel je je dan ontzettend slecht over en rot. En en schuldig. En teleurgesteld in jezelf. En ik ben absoluut een zondaar, ja. Maar ik weet ook dat daar vergeving voor is. En dat is ook iets wat ik mede door het zingen in het koor daarna heb ontdekt. Dat je dan juist bij God aan mag kloppen. Vanaf dat moment zijn de teksten voor mij gaan leven. Echt gaan leven. God and God Alone, dat is een tekst die gewoon, ja, die me eigenlijk, ja, bijna op het lijf geschreven is, hoog boven alle vragen, hetzelfde. Wat zijn de woorden die daarin staan, die op jou slaan? Nou, ik heb in hoog boven alle vragen, heb ik gewoon heel simpel het zinnetje, u tilt mij op. Dat is dan dat raak je dan gewoon. Als je maar... Als je mag weten dat je er mag zijn. Ondanks alles. Dat God je optilt. Dat is gewoon heel fijn. En dat voel je dan ook. In ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen. Kortom, Karin, in voor- en tegenspoed. En wat is hierop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerbestand van de gemeente Rijmerswaal dat hiermee het huwelijk is voltrokken. Karin, ik geef je deze ring. Als symbool en teken. Als symbool en teken.
Van mijn liefde en trouw. Van mijn liefde en trouw. Voor jou. Voor jou. Vriend, van harte. Zijn een vriend. Ik dacht dat je zo bij mijn moeder te denken kwam, want dan moest ik vandaag nog een paar keer aan denken. Ik kom hier namens de Halleluja. Helaas was, ben ik hier eens op bestuur, de rest was ziek, zwak en misselijk. Daarom heb ik Klaas meegenomen. Goeiezaak. Ik mag jullie ook namens de vereniging nog wat aanbieden. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft en veel plezier. Hartelijk gefeliciteerd. God zijn mis bij de zegen toegewenst voor de toekomst. Ja. En het zal wel heerlijk zijn dat je nou niet meer zoveel in de wereld rijdt. Ja, dat zal zeker. Ja. Dat is ook een voorrecht. Yes. Ja, dankjewel. Dank je wel. Veel geluk en een gelukkig huwelijksleven. We zitten zo in God zegen. Dank je wel. Dat kan niet missen, hè? Bedankt, vriend. Ja, nou is het mooi, hè? Mooi dag gehad. Ja, heel mooi. Was dat niet zenuwachtig? Nee, vriend. Zeg ze ja of niet? Ja. Ze moest niet aan, denk ik. Nee, mazzelat, joh. Ja. Plezier, hè? Alle goed. Ja, dankjewel. Even hartelijk geluk voor hem. Ja. Nou, vriend. Vriend. Alle goed. Maak er wat van. Veel geluk, veel zegen. Hey, mooie dag. Ja. Hey, Piet. Hey, gefeliciteerd, jongen. Oh, dank je wel. Karen, nog van harte gefeliciteerd met jullie zo willen. Ja, oh, man, wat ruik je lekker. Ja. Hoe indruk, jongen. Duim, vriend. Mag de beste wezen, hè. Oh, ja. Sterk, hè. Van harte gefeliciteerd. We willen niet bewoorden laten, maar we willen ook een lied zingen. Een lied dat het lievelingslied is van Hendrik, namelijk Lichtstad, met uw parelen woorden. Ik was dus bij de brandweer en ik zat tegelijkertijd ook al op koor. En op een bewuste donderdagavond, na de oefening, auto te water met personen. We rukken dus uit naar de haven. We zijn aan het oefenen. Nou, zegt Lubbert, ik ga nog even zoeken, want ik ga nog wel een keer onder en dan kijk ik wel even. En dan gaat hij beneden en op dat moment valt de communicatie weg. Dus direct noodprocedure opgestart, duiken te water. Die komt bij hem aan. Die zegt door de spreekverbinding van ja, zijn masker vind ik als eerste. Nou, wat zegt de duikploegleider, dan is het niet goed. Zorg als de mythe dat je hem vindt. Dus binnen een halve minuut had hij hem gevonden. Hij komt op met Lubbert en ja, in feite zagen wij al genoeg. Het was helemaal blauw, grijs. Nou, direct op de kant, reanimatie gestart, spullen afgedaan. En de ambulance is te plaatsen. Die hebben alles geprobeerd. Er werd gezegd van, nou, hij haalt het wel. Maar we hadden hem wel genoeg gezien. Er werd de ambulance ingeschoven en richting Zwolle gebracht met spoed. Politiemotors voor als begeleiding. En toen zaten wij in de kazerne vol vragen. Van wat nou en hoe loopt dit af? En toen kwam er dus een mannetje en die zegt, ja, sorry jongens, ik val gelijk maar met de deur in huis. Lubbert is overleden. Ja, en dan knapt er een bom. Want dan merk je dat je een vriend en een buddy kwijt bent. En toen vertelde Johanna, de vrouw van Lubbert, dus dat een van de lievelingsliederen van Lubbert de Lichtstad was. Dus toen hebben wij samen met de duikploeg hebben de Lichtstad nog gezongen en de mensen op het kerkhof. En toen ging de kist zak. En tegelijkertijd hoop je in je gedachten, als je het lied zingt, dat Lubbert aan die palen poorten mag staan bij die Lichtstad. Ja. Geweldig. Dat is niet zomaar. Maar dan heb ik Lubbert niet meer begroeven, hè. Ja, dat vind ik wel mooi, dus dat... Ja, dan in de keeszaak. Ja. Dus. Ja, dat voelt heel rond in elkaar gelopen in de kant. Nee, dat is zelf, maar dat hoort er dan toch bij. Ja. Daar is dit al een beetje bij. Ja, dan, ja, dat is echt waar in ook. Ja, ja, dat is het.
Heer onze God, we danken u wel dat wij u mogen kennen. Als we zien hoe het toegaat in deze wereld, ver weg en dichtbij. En dan willen wij in het bijzonder tot u komen als de rechter zich gaat buigen over die moordzaak op Dirk Post. Heren, er zal van ons als samenleving weer het nodige gevraagd worden. Omdat wij pretenderen een christelijke samenleving te zijn. Bewaar ons ervoor, heren, dat wij een oordeel gaan vellen. Heren, aanvaard zo onze dank. Gedenk ons gebed. En bewaar ons maar in Jezus' naam. Amen. Het is een lang gekoesterde droom die eindelijk werkelijkheid wordt. Ik heb het ook zeker gezien als een missie om dit aan te pakken. Nou, dit wordt hem, hè? Ja, ja. Leuk, hè? Zo, ja, leuk. Ik zal die allemaal rond wit maken. En dan de scan erop. Dan krijgen we een betere ondergrond. Ja. De lezing van Jaap, dat ze die dinsdagmiddag afgesproken hadden om na schooltijd het bos in te gaan. Ze zouden daar geesten oproepen. Meer Urke jongeren zouden dat doen. En volgens Jaap had Dirk daarvoor de laatste tijd ook interesse. Die dag gingen ze niet zoals gebruikelijk geesten oproepen via glaasje draaien, maar door het zeggen van een spreuk. Ik heb daar zelf, om dat te geloven, heb ik daar vrij veel moeite mee. Ik geloof daar zelf niet in. Maar ja, dat is mijn mening natuurlijk. Maar dat er duistere machten zijn en ook aangeroepen worden, of dat nu op Urk is of erbuiten, daar ben ik wel van overtuigd. Dat vind ik wel een hele griezelige ontwikkeling. Allemaal hartelijk welkom, in het bijzonder onze zangersvriend Steven Ras. Steven, die mogen we feliciteren met zijn
91ste verjaardag vast volgende week. En in het bijzonder dat hij dit jaar ook 75 jaar lid is van ons Urker Mannenkoor. Een poosje geleden was ik op bezoek bij Steven. En toen zei hij, hij zou nog één wens hebben om nog eens het Urker Mannenkoor te horen. Nou, speciaal daarvoor zijn wij vanavond hier. Alvast van harte gefeliciteerd. Zijn kleinigheid. Getrouwe Ere, God en Vader in de hemel. Zo aan het einde gekomen van deze repetitie. En heren, we mogen toch zeggen met elkaar een hele mooie, een hele leerzame en ook een fijne repetitie. We mochten weer zingen. En heren, wat is dat een zegen en een voorrecht dat we dat zo mogen doen op deze manier met elkaar. U gaf ons een stem. U gaf ons ook de motivatie en de energie om te zingen. Heer, u gaf ook onze dirigent de inspiratie om ons te leiden, ons die liederen in te studeren die we willen gaan uitvoeren en ook in de komende periode. Heer, dank u wel voor het vele goede dat u ons ook vanavond hebt gegeven. En heer, we willen u ook danken dat ook vanavond die mededeling gedaan mag worden, dat ook onze zangersvriend Henk Brouwers en taken weer in ons midden zal mogen opnemen. En heren, we hebben ook weer van genoten dat hij ook weer zijn solopartij mocht zingen. Heren, dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Heren, wilt u zo met ons meegaan van hier? Wilt u ons morgen een goede en een gezegende dag geven in uw huis? En heren, wilt u ons ook in de komende week behoeden en bewaren? En ons helpen bij alles wat we doen. Om Jezus wil. Amen. Мост Александра III. Перед вами очаровательный образец в стиле модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен... Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Steuerbord, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. Notre-Dame de Paris.
God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all, it's God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And all the best and worst of men can change the master's plan. It's God's and God's alone.